Het is het raadsel van de Rode Paal. Er staat nu een betonnen paaltje bij de Amstel op de grens tussen Uithoorn en Amstelveen. Maar waar is de oorspronkelijke Rode Paal gebleven? En waar stond die eigenlijk? Daar houdt de Amstelveener Kees Koot zich al een tijdje mee bezig. Hij dook de archieven in en nam contact op met de gemeente. Die Rode Paal is de markering vanuit de historie dat hier de waterlopen gedeeld zijn tussen de bisdom van Utrecht, Sint-Jan, en de graven van Holland, het graafschap Holland. En dat is ergens in de 12e eeuw gebeurd. Dus dat is al een heel oud reliquie eigenlijk, maar het is een betonnen paal. Hoe kan dat nou? Ja, dat is de vraag. Ik denk dat dat een markeringspunt is die we later hebben aangelegd. En een oorspronkelijk paaltje, of althans een ander paaltje, heeft op een andere plek gestaan. Want dat heeft u ontdekt, hè? Dat is mij ineens opgevallen en dat is na de verlegging van de N201, is die paal heeft een andere plek gekregen. Dus is nu de afspraak tussen de bisschop en de graaf anders geworden. Dat ja, want, me over. Want waar stond hij eerst? Hij stond aan de andere kant van de weg en waar nu de doorgaande weg N201 ligt. Wat vindt u nu dat er moet gebeuren met die paal? Nou, ik zou in eerste instantie wel willen weten wat is nu eigenlijk de oorspronkelijke plek van die paal. Zodat we het daarover eens zijn en dan kan die eventueel verplaatst worden. En misschien is aan de overkant van de weg wel de juiste plek. Dat zou ik niet durven tegenspreken. Want hij ligt nu op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Maar ja, dat is de vraag. Of dat de goede plek is. Die steen die geeft aan waar de Hollandse dijk mocht komen tussen Uithoorn en Amstelveen eigenlijk. Nou, tussen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht. Dus hoe oud is die paal in feite? Of een... Ik denk sinds de 13e eeuw. Het moet 600 jaar, 700 jaar zijn. Toen zijn de afspraken gemaakt dat hier de Hollandse dijk aangelegd mocht worden om de Bovenkerkerpolder te kunnen ontwateren. Eigenlijk zou er ook gewoon uitleg bij moeten komen, een bordje met een prachtige historische uitleg. Ik denk dat dat heel erg leuk zou zijn voor mensen die hier van Amstelveen gaan genieten als een toeristische plek. Nou, dan lijkt me wel noodzakelijk dat die op de goede plek ligt dan. Het lijkt mij dat dit soort historische markeringen blijven bestaan. We denken wel dat er huizen die historische betekenis hebben moeten blijven staan. Maar deze zijn veel ouder en ja... Die moeten we dus niet verloren laten gaan. De gemeente Amstelveen gaat onderzoek doen naar de oorspronkelijke Rode Paal en waar die stond.